Waarom heeft de gemeente dit soort initiatieven ontplooit? Nou, Almelo is een stad die zich heel nadrukkelijk bezighoudt met de wateropgave. We zijn natuurlijk bezig in de binnenstad met een prachtige ontwikkeling van de waterboulevard. De haven komt in het water. We zijn met de doemanifestatie rondom water bezig. Dus de thematiek water leeft. En het water verbindt ook vanuit de stad met heel veel belangen in de stad. Dus we vinden het echt belangrijk om dat voor het voetlicht te brengen. Ook gelet op de klimatologische omstandigheden, mensen bewust te maken. En we zien natuurlijk heel veel van wat er met water gebeurt. Niet omdat het onder de grond plaatsvindt. En het was vandaag ook bij de wandeling erg leuk om de bezoekers daar wat over te vertellen. Ik sta hier bij een meneer die meegedaan heeft aan de waterwandeling. En waar komt u vandaan en waarom hebt u aan die wandeling meegedaan? Ik kom uit Boksel, Brabant, vlakbij Den Bosch. En wij zijn hier een weekendje met wat vrienden. En we vonden het wel leuk om mee te lopen. Nou, het was wel heel interessant hoe dat met het water is hier. En ik vond het heel frappant dat het kasteel en de bossen zo dicht bij het centrum liggen. Heel leuke wandeling. En daar hebben we wel van genoten. En heb je veel van het water gezien hier? En ook meegekregen dat straks het water weer terugkomt in Almelo? Jazeker. Ik heb begrepen dat er een stukje haven bij komt. Daar zijn we langs gelopen. En ik zei ook straks al tegen een mevrouw, er is hier echt veel water rond de stad en in de stad. En volgens mij stroomt het niet zo hard en ruikt het af en toe. Maar volgens mij wordt dat verbeterd de komende tijd. Dus ik vond het leuk. Dankjewel.